Vierde op de ranglijst. Ja. Het houdt niet op, hè? Nee, momenteel niet, nee. Het gaat, ik denk, boven verwachting goed. En dat is hartstikke mooi om mee te maken. Hoe heb je het, kijk naar die wedstrijd, jij winnen van Willem II met 3-2 in extremis. Ja. Geweldige overwinning natuurlijk, ook nog in eigen huis, is het helemaal feest. Hebben jullie dat zelf ook in de kleedkamer, als je denkt, het houdt niet op? Of heb je nu toch het gevoel van, ja, zo moet het ook zijn gewoon? We staan vier en zo hoort dat ook. Nou ja, dat weet ik niet, dat laatste, maar hoe het op dit moment gaat. En als je dan de succesbeleving in de kleedkamer ziet, ja, dat is fantastisch. Is wat je zegt, tegen Heracles hebben we dat gehad, tegen Roda. En nu zit ik hier lekker om zelf die winnende te maken dan. Eerst de gelijkmaker in minuut 85. En daarna ook die winnende nog. Ja. Dus het mag ook een keer onze kant opvallen, inderdaad. Zeker. Maar is dat een winst die jullie geboekt hebben? Of is dat toevallig nu zo, dat het zo loopt? Nou ja, ik denk in deze wedstrijd sowieso. Ik bedoel, als je ziet dat je van 2-0 achterkomt en ook 3-2 wint, dan toon je wel karakter. En dan toon je dat wij het ook kunnen. En ja, we hebben inderdaad twee keer een overwinning weggegeven. Ja. Daar hebben we van geleerd. En nu hebben we het een keer omgedraaid. Ja, maar het is wel ongelooflijk hoor, want ik weet wel, begin van het seizoen maken we altijd een verwachting, hè, wat gaan we MV doen? Ja, toen zaten we echt van ja, het zal vooral heel hard werken worden en dan hopen af en toe een puntje, maar meer zal het niet worden. En als je ziet hoe ze ook voetballen nu, hè, aan de bal, ik zie echt prachtige aanvallen. Ik zei al gekscherend, een beetje denken aan het Real Madrid van de jaren 50 af en toe. ik zie echt geweldige dingen. Dus ik weet niet wat er gebeurt met die training, maar die stappen die jullie gemaakt hebben ten opzichte van vorig seizoen is echt gigantisch. Ja. Ja, ik was er vorig seizoen niet bij natuurlijk, maar als je ziet hoe we met elkaar bezig zijn op trainingen en het samenspel, maar het klikt ook gewoon allemaal, weet je. We hebben een keeper die heel goed kan voetballen en we hebben een achterhoede die altijd wil voetballen en wil de lange bal vermijden. We hebben een middenveld dat heel complementair is aan elkaar. Ja, en dan voorin hebben wij de creativiteit en de vrijheid die we krijgen van Maurice, om daar te doen wat wij willen.